Welkom bij weer een nieuwe podcast van Staantribune. In aflevering 119 stond voetbal en muziek centraal en op vele verzoek nemen we vandaag deel 2 op. Ook in deze aflevering heeft Hugo Stam een lijst samengesteld van 11 nummers die onlosmakelijk verbonden zijn aan het voetbal. Samen met Joris van der Wier gaan we deze verschillende liedjes langs die hun plekje in het stadion hebben veroverd om diverse redenen. Hugo, Joris, goedenavond. Welkom. Goedenavond. Goedenavond. Een Nakker en een Willem II'er. Hadden we het nu niet eigenlijk 11 spreekkoren moeten hebben? Ja, ik ben er wel voorstander van een keer, maar dat doen we bij aflevering 200. Zullen we dat afspreken, Jeroen? Vind ik een mooie. Aflevering 200 gaan we het spreekkoren doen. Nou, we zitten nu op, dit wordt aflevering, doe ik even uit mijn hoofd, 136 of 137. Dus we hebben nog eventjes over 70 weken, nee, delen door 2, over 35 weken gaan we het over spreekkoren hebben. Hey Hugo, we hebben... ik zeg trouwens nu wel Jeroen, maar ik moet eigenlijk natuurlijk zeggen DJ Hiink, hè? Want hoe jij de vorige keer aan de slag bent gegaan met alle nummers in de podcast te plaatsen, ja, groot respect natuurlijk, hè? Dat snap je wel. Ja, ja. Ze hebben wel eens over ballen van staal, maar ik heb de Wheels of Steel heb ik hier weer voor me. Maar ja, wat ik zei, aflevering 119, onze eerste aflevering, veel leuke reacties ook opgehaald. Wat voor reacties heb jij er allemaal op gehad, Hugo? Want jij hebt die lijst natuurlijk samengesteld. Ja, wat jij ook zegt, leuke reacties gelezen. Ook heel veel input vanuit supporters, vanuit hun club. Ik heb nummers uit België voorbij zien komen, uit Duitsland, Spakenburg, alles erop en eraan. Ja, dan alleen maar heel mooi om te zien en te lezen. En als je met zo'n lijst bezig gaat, Hugo, zoals nu die nieuwe 11, ik heb ze hier voor me, maar ik zal ze dan niet allemaal verklappen. Maar waar hou je dan rekening mee? Nou, weet je dat het wel een beetje van alles wat is? Bij de eerste lijst waren het wel echt nummers die ik allemaal wel kende. Bij deze lijst is het voor mij iets minder bekend. Maar dan maakt het ook weer des te leuker om van jullie de verhalen te horen, wat jullie ervaring ermee is en de achtergrondinformatie. Ja, 11 nummers, het getal 11 mogen duidelijk zijn. Maar is het een ranglijst of is het een willekeur, zeg maar? Voor mij is het willekeur. Oké. Okay. Hey Joris, we hebben een paar weken geleden, of nog niet zo heel lang geleden, de podcast over het nachtleven in Engeland opgenomen. En wie daarna geluisterd heeft, heeft daar ook een volkslied uit Spakenburg gehoord. Zou die ook vandaag in de top 11 staan, denk je? Of in deze lijst van 11? Nou, die kan denk ik beter in de spreekkoorlijst komen. Oké, die zit hier dus niet in. Oké. Nou ja, goed, wat we al zeiden, we hebben heel veel reacties gehad via social media. We hebben wat audioberichten gehad, waarvoor dank. We hebben berichten via Twitter, Instagram, ook via de mail. Veel ging ook over clubliederen, maar ook andere suggesties. Dus ik denk zeker dat er na deze aflevering ook een nummer 3 aan gaat komen. Sowieso nog eentje ook specifiek over clubliederen. Daar hebben we ook heel veel suggesties voor gehad. Dus dat is denk ik sowieso een mooi onderwerp om een keer naar te kijken. Maar laten we nu eventjes naar jouw lijst gaan, Hugo. Waar gaan we mee beginnen? De vorige keer is het nummer wel behandeld door ons drie. Maar hadden we het niet echt op de lijst staan. Maar ik had wel het idee van, nou, als er nu deel 2 aankomt, dan moeten we deze zeker behandelen. Het gaat over een nummer uit 19... Nee, ik zeg het goed. Uit 1996. The Lightning Seeds met Three Lions. Als we het over een voetbalnummer hebben, ja, dan hoort deze natuurlijk ook erbij. Het nummer is geschreven over de, niet eens zozeer over de successen van het Engelse elftal. Want die hebben natuurlijk in 1966 zijn ze wereldkampioen geworden. Daarna hebben ze toch 30 jaar het erg moeilijk gehad. En toen hebben ze dit nummer geschreven toen voetbal home kwam. En supermooi nummer. En ik zou graag iedereen erin willen meenemen om te gaan staan en handje de lucht in te doen. Ja, voordat we overigens dat gaan doen, Joris, het gaat ook een beetje over, ja, inderdaad, wat je zegt, Hugo, over het lijden, hè, als Engelse fan, of Engelse supporter, moet je eigenlijk zeggen. Is dit overigens een toernooi, zit ik me net te bedenken, 1996, waar jij wel eens naartoe terug zou willen keren, Joris? Ja, op zich wel. Ik denk dat dit het laatste toernooi is geweest waar echt, ja, die stadions zaten zelfs nog niet eens vol en zo. Het was nog, je zat toen net in die tijd van dat voetbal nog een beetje, ja, tussen het mainstream in zat en nog een beetje, ja, daar ga je niet naartoe, voetbal. Het is alleen maar voor tuigen en zo.
Dus ook nog stadions waren niet helemaal verbouwd. Dus ja, dat lijkt me wel mooi. Ja, mooi om daar naar terug te gaan inderdaad. Het was ook, ik kan me het toernooi ook nog goed herinneren. Ik was zelf toen, even snel terugrekenen, 17. Dus ja, toen volgde ik echt alles. In de jaren 90 volgde ik alles qua voetbal ook. Buiten Willem II, alle eindtoernooien en zo. Dus ja, ik herinner me nog die eerste wedstrijd. Toen gingen we met mijn vrienden bij elkaar zitten. Van tevoren even voetballen in de buurt daar in Tilburg-Noord. Toen Engeland-Zwitserland gekeken. Dat was een heel slechte wedstrijd. Maar ja. Ja, dat was wel mooi. En ik was toen natuurlijk al anglofiel. Dus die stadions, dat was helemaal mooi. Zo oude Wembley en dat soort dingen. Dus ja, nee, dat is wel een mooi toernooi geweest. Niet qua voetbal, maar ja. Nou, weet je, als ik ook aan dat toernooi denk. Twee nummers geleden bij de staantribune is ook een goal beschreven. Van, zeg het goed, uit Tsjechië. Nee, ik kom nu niet op zijn naam. Ja, met die mooie lop. Ja, geweldige goal. Ja. Ja, dat vond ik ook, dat hoort ook even bij de toernooi. Als ik dan die beelden zie met die stadions en die goal. Ja, hartstikke mooi. Ja, ja en natuurlijk die halve finale met het. Ik denk dat menig voetballiefhebber dat filmpje op YouTube wel kent. Dat het volkslied van Engeland gezongen wordt. Met onder andere een knotsgekke Stuart Pearce. En iedereen die enorm fanatiek meezong, ook op de tribunes. Op één iemand na trouwens, in die line-up. Jongens, weet je nog wie dat is die dacht van, nou weet je, stik er maar lekker in? Nee, geen idee. Volgens mij was dat Gary Neville die een beetje stoïcijns voor zich uit zat te kijken. Het zal waarschijnlijk een vorm van concentratie zijn. Maar de rest die deed volgens mij vrij fanatiek mee. Maar dat is denk ik wel een van de mooiste. Hè? Iedereen loopt altijd een beetje te pronken op het volkslied met Italië. En dat soort dingen is ook hartstikke mooi. Maar ik vind dat, toen stond, was het allemaal nog niet zo met die camera's. En dat iedereen wist dat die in de picture stond. Ik vind dat wel een van de mooiste voorbeelden. Ja, laten we maar eventjes gaan luisteren naar Three Lions. Dat vind ik zelf wel een van de leukere, denk ik. Nou, dit over de vorige podcast die over muziek ging gesproken, kwam deze als eerste naar boven. Toen kwam ook het advies van neem deze zeker mee. Nou, bij deze. Het is een nummer, als we het kijken naar Three Lions en dit nummer, nou, kan bijna geen verschil in zitten. Dit is echt een zomernummer uit 2019, wat echt geadopteerd is door San Lorenzo. Despacito. Ik denk een heleboel luisteraars kennen dit nummer wel. En ik wil eigenlijk gelijk de voorzet aan jullie geven. Lorenzo, San Lorenzo. Ja, goed. San Lorenzo, Joris. Wij zijn natuurlijk in Argentinië geweest, lange periode. Ook daar heb je op een gegeven moment wel een beetje door dat men dezelfde melodietjes gebruikt met enigszins dezelfde teksten. Maar ik vond ook met de geschiedenis ervoor af en wat we ook gehoord hebben. Ik had wel een beetje het idee dat San Lorenzo wel de
een beetje de voorloper is geweest van alles. Had jij dat idee ook? Ja, ze hebben wel vaak de... Ze staan wel bekend als de origineel supporters. Zo noemde Maradona ze ook ooit. Die zei, ik had wel voor San Lorenzo willen spelen, want die hebben de meest originele supporters. Ja, zij zoeken altijd liedjes uit, vaak popliedjes, zodat mensen de melodie kennen. En dan zetten ze dan hun eigen tekst op. En dan wordt het van tevoren buiten het stadion, testen ze dit uit onder die tribune. Ik denk dat iedereen die filmpjes wel eens heeft gezien. En dan kijkt die band of het aanslaat. En pas als het aanslaat, dan nemen ze het mee de tribune op. Ik geloof dat... Ja, ik heb ook zo'n interview gelezen met een van die leiders. Die zei, ja, maar 10% of zo haalt de tribune uiteindelijk. Want het moet echt aanslaan. En deze sloeg natuurlijk enorm aan. Dit lied werd ook overal overgenomen. En dan met andere teksten, want dit gaat over de club zelf. Maar ja, daar zijn ze wel heel goed in. Ze hoeven niet per se zijn niet per se de luidste supporters. Er zijn anderen die daar ook bekend op staan. Maar het is wel ja, de origineelste. Zij zijn heel goed met teksten en... melodieën en zo. Ja, ik vond ook, wij gingen gewoon naar zo'n random wedstrijd daar tegen Estudiantes. En zelfs daar vond ik de sfeer echt goed. Ook die liedjes, het klinkt ook allemaal heel goed. Het is ook, ja, soms in Nederland is het wat tenenkrommend. Maar daar, als we zo'n melodie hadden, maar daar loopt het om een of andere reden ook gewoon. Ja, het was, ja, het zou, als je ooit naar Buenos Aires gaat, zou ik ook zeker San Lorenzo... zeker bezoeken. Ik eigenlijk nog eerder naar Boca en River, maar ja, als je er bent ga je natuurlijk die bezoeken, maar San Lorenzo is echt eigenlijk nog unieker om daar een keer naartoe te gaan, ook met de wijk, de liedjes, alles. En dat is weer San Lorenzo propaganda. En ik kan me nog herinneren, Joris, bij de vorige podcast heb je ook aangegeven, kijk, in Nederland en Engeland zijn de teksten die de supporters zingen redelijk simpel als het aanslaat. Dat het in Zuid-Amerika toch vaak hele liederen zijn, met hele diepzinnige teksten. Nou, ik heb de tekst van dit nummer, wat we zo gaan laten luisteren, ook eens even opgezocht. Nou, precies wat je zegt, er zijn teksten die gaan heel diep. Het is niet zomaar een meezinger. Het gaat over, hè, ik heb een leven aan jouw zijde doorgebracht om je te volgen. Het gaat over de wijk, over de bijnaam. Ik weet dat ik geen afstand van ons kan scheiden, waar je ook naartoe gaat. Ik ga met je mee, jij bent mijn waanzin, ik kan niet stoppen. Ja, dat is een beetje ook wel trouwens, als ik het nu zo vertaal naar het Nederlands. Het lijkt wel of je dan een stalker bent of zo. Ja. Ik denk dat Marco Bassato jaloers zou zijn. Hè? Ja. Op sommige dingen ben ik van Marco Bassato ook jaloers op. Hoor. Niet alles. Niet op die witte kabeltrui van hem, maar op andere dingen dan. Op welke dingen dan? Leg het ze vanuit. Op zijn muzikale talent. En over muziek gesproken, laten we even gaan luisteren naar Despacito van San Lorenzo.
Yes, Hugo. Wat komt hierna? Ja, klassiekertje. Meer kan ik niet zeggen. Ik heb een keer een paar jaar geleden een filmpje gezien van supporters van Coventry City. Nou, Coventry City natuurlijk in het verleden een grote club geweest. Jarenlang in de Premier League gespeeld. Uiteindelijk in 2001 gedegradeerd. Tot en met 2012 gespeeld in de Championship. En eigenlijk daarna ging het nog een heel stuk minder. Nou, daar hebben we het over dat het financiën liep spaak. Ze moesten het stadion uit. Ze moesten 90 kilometer verder voetballen. En uiteindelijk, vanaf 2014, leek het weer iets beter te gaan. Ze promoveerden, konden weer terug naar het oude stadion. En de prestaties werden wat beter. En toen mochten ze in 2014 voor de vierde ronde van de FA Cup uit naar Arsenal. Rusland 2-0 achter. Twee goals van Podolski. Maar ja, dat was voor de reden, voor de fans van Coventry geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. En die gingen er vol voor. En ja, supermooi filmpje. Ja, wat is dat iets met die met Engelse, zeg maar, dat dit soort, hè, dit soort nummers van vanuit die tijd, zeg maar, dat dat heel erg aanslaat bij Engelse jongens? Is dat een beetje de cultuur? Of wij zitten vaak een beetje nu met ons voetbal een beetje in met de huidige nummers uit de huidige ranglijsten, maar in Engeland blijft dat altijd een beetje tussen aanhalingstekens klassiek. Ze pakken gewoon vaak van die, ja, net zoals dit. Dit is een evergreen die iedereen kent. En ja, het is ook heel catchy natuurlijk, dit nummer. Het is vaak ook, soms is het dat er echt een connectie heeft met de stad of zo. Maar met Twist & Shout is dat niet. Maar dat slaat dan gewoon aan en dan houden ze het ook heel lang. Ook bij Motherwell zingen ze het heel vaak. Bij Motherwell heb je trouwens een heel mooie. Dan winnen ze die play-off, die degradatie-play-off bij Rangers. En dan zie je de uitvak, het staan is leeg. En het uitvak, daar blijft dat nummer maar zingen. Dat moet je maar eens opzoeken. Dus het zijn vaak van die catchy nummers die iedereen nog kent van vroeger. En die pakken ze dan. Eigenlijk zou Coventry City iets van de Specials moeten pakken. Want de Specials, dat is de band uit Coventry. Die zingen ook het nummer Ghost Town over Coventry en zo. Alleen ja, dat is van die two-tone ska. Dat is misschien iets minder catchy voor zo'n nummer. Ja. Dit is inderdaad, dit ligt net wat lekkerder in het gehoor. Laten we inderdaad eventjes gaan luisteren naar Twist & Shout. Dat was Coventry City, van de ene lichtblauwe naar de andere lichtblauwe, Hugo. Ja, van de ene evergreen naar de andere evergreen. Dit is een evergreen uit 1934 geschreven. Eigenlijk pas echt bekend geworden in 1961 toen de Marshalls het hebben overgenomen. En een hele vrolijke uitvoering van hebben gemaakt. We hebben het natuurlijk over Blue Moon. Het nummer werd ook al een aantal keer benoemd na de vorige podcast. Van, nou, behandel die nou eens, ook een echt voetbalnummer. Nou, bij deze. Het gaat ook over niet de positieve tijden, maar ook over het verlangen
naar betere tijden. Toen dit nummer bij City geïntroduceerd werd, nou, dat was rond jaren 90, begin 90, moesten ze uit naar Liverpool. 3-1 verloren en toen was er veel, toch wel veel paniek bij de club. Ze konden gaan degraderen. En toen werd het nummer in het stadion gedraaid. Uiteindelijk namen de supporters het over. Op hoop naar betere tijden. Nou ja, als we het nu over City hebben, weten we natuurlijk allemaal waar ze op dit moment staan. Maar dat, toen was het toch een heel ander soort club. En als we het over een blue moon hebben, ook echt een Engelse uitspraak. Als je zegt once in a blue moon, betekent ook dat iets zeer zelden gebeurt. Oké. Ja, weet je, het is echt een nummer wat ook bij City hoort. En ook dit is een nummer, zeker wanneer het slecht gaat, wordt het gedraaid. En dat is voor supporters natuurlijk wel weer even beseffen wat voor clubs ze fan zijn. Ja. En het wordt bij andere clubs ook nog gezongen. Bij Crew Alexandra wordt het nummer ook wat gezongen. Wel wat cynisch, omdat het daar ook niet altijd goed gaat. En ze hebben ook een blauw uitshirt toen dit begon. En mooi nummer. En er is ook natuurlijk die documentaire Blue Moon Rising. Daar zit het natuurlijk ook in die zin in de titel verwerkt. Overigens vond ik dat wel een mooie. Joris, City, dat denken we nu in eerste natuurlijk meteen aan een beetje het poenerige imago van de club. Maar niet onterecht overigens. Heb jij ooit Main Road gezien? Nee, nooit. Ik heb die nooit bezocht. Dus ik ben alleen een keer nog naar die buurt geweest. Voor een verhaal aan de staantribune. Dus naar de rand. Maar dat is nog steeds een enorme pauperbuurt. Alleen waar de stadion stond, staan nu nieuwe huizen. Alleen die liggen wel wat. Ja, die liggen wel gek in die buurt. Die buurt is altijd heel berucht. Echt een heel gevaarlijke buurt in Manchester. Dus May Road nooit geweest. Dus nooit daar een Blue Moon gehoord of zo. Dus het past natuurlijk toch wel bij City. Toen ik voetbal ging, toen ik het ging volgen, was City echt zo'n club die tussen twee hoogste niveaus ging. En op een gegeven moment, ik herinner me nog dat ze echt naar wat nu League One is degradeerde. Toen werd verwacht dat ze meteen zouden promoveren, dat lukte niet. Gelijk tegen Gillingham, er werd heel lang gewacht tot die gelijkmaker viel. Uiteindelijk won City naar penalties en... Vaak wordt gezegd, als dat niet was gebeurd, waren we misschien blijven hangen. En waren we nooit overgenomen door die Arabieren. Dus dat is eigenlijk een heel belangrijke wedstrijd. Maar het nummer past. Het is inderdaad een negatief nummer. Het past eigenlijk uitstekend bij City. En nu is het... Ja, ik vind het wel mooi als het nog wordt gezongen. Want het is een soort verwijzing. Heel veel mensen die er zitten. Ja, ze waren als Glorians gezien. Maar heel veel waren dat toen het hartstikke slecht ging. Ja, die kunnen er ook niks aan doen. Dat een club ineens zo rijk is. Nee, dat is het ook. Ja, ik vind het mooi dat er nog een soort... Ja, dat is eigenlijk een terugblik naar de oude tijden. Toen het allemaal niet zo goed ging daar. Dus ik vind het ook mooi. Ik vind ook dat ze niet moeten verbannen of zo. Je moet gewoon... Ze doen nou die posnan, noemen ze dat. Dat is die dans. Dat ze alle met de rug naar het veld staan. Ik zelf niet zo kapot van ben. Maar ja, dat is nou een ding. Want dat scoort likes op YouTube. Maar ik vind de Blue Moon natuurlijk veel mooier dan zoiets. Want ik ben natuurlijk een enorme oude zeur. De fans zingen het wel een beetje als de You Never Walk Alone bij FC Twente. Hij begint heel rustig in het stadion, maar als het refrein komt, dan probeer ze hem zo snel mogelijk af te raffelen. Jij vindt het You Never Walk Alone bij Twente niet zo mooi, Hugo? Dat wil je hiermee zeggen? Hij kan beter, laat ik het zo zeggen. Maar zullen we al de rest wel even doorgeven? Ja, dat is goed. We hebben wat klepperijvrienden in de Enschede en omstreken. Ja, dus, Die zullen wel even die vlag buiten je huis... Je is allemaal heel breed aanvallen, dat weet je. Hè? Dus, Nou, laten we even gaan luisteren naar Blue Moon. Yeah.
Voor het volgende nummer, Hugo, blijven we eventjes in Engeland hangen. We gaan even richting het noorden. We gaan naar Newcastle toe. Ik ben in 2012 een keer bij Newcastle Swansea geweest. Toen wist ik eigenlijk niet heel veel van de club Newcastle. Maar ja, die club heeft me wel gepakt, ook mede door de opkomstnummer. Het nummer Local Hero van Mark Knopfler. Geboren in Glasgow, maar uiteindelijk naar Newcastle gegaan en ook altijd een groot fan geworden van Newcastle United. Hij heeft het nummer in 1983 geschreven voor een film. En het nummer Going Home, daar eindigt de film mee. Uiteindelijk gaat de hoofdrolspeler ook weer naar huis toe. En ja, de local hero werd het. En uiteindelijk is het dat nummer ook geadopteerd door Newcastle United. Wat ik al aangaf, bij de opkomst van de spelers wordt het nummer gedraaid. En het kreeg natuurlijk een extra dimensie toen Alan Shearer speelde bij Newcastle. Die toch van 1996 tot en met 2006 daar heeft gespeeld. En dat was ook echt de local hero daar. Een grote held. En daarom maakt het nummer het extra mooi voor Newcastle supporters. Ja, want over Newcastle United gesproken, Joris. Ik denk dat de Sunderland fans er misschien iets anders over denken. Maar eigenlijk kun je Newcastle toch helemaal niet een niet mooie club vinden, zeg maar. Ja, het is. Ik vind het ook altijd mooi daar, want die stad is heel leuk. Je hebt daar vlakbij de stadion heb je zo'n boekenwinkel zitten. De laatste nog een beetje in Groot-Brittannië. Je hebt allerlei voetbalprolaren. Dat is echt een voetbalstad. Ook de stadion waar gewoon eigenlijk in het centrum ligt, dat maakt dan wel mooi. Alleen ja, zolang die Mike Ashley er zit, gaat het gewoon helemaal niks worden. Ik denk, ze hadden afgelopen zomer door die Saoedi's kunnen worden overgenomen. En dan was het gewoon een van de rijkste clubs ter wereld geworden. Dus, alleen die hebben net pech dat er allemaal contacten met Qatar waren. En ja, en Qatar en Saudi-Arabië, die moeten elkaar niet. Dus toen werden ze buiten de deur gehouden. Maar ja, die club had ook, die heeft enorm veel potentie. Daar hebben ze die Saoedi's wel goed gezien. Want je ziet er allemaal van die gasten, die lopen allemaal in dat t-shirt rond. In het stadion trekken ze dan weer uit. Dat is het allemaal topless vet bastards. Maar het is jammer dat die club niet wat beter doet. Want het is toch, dat is toch leuker dan al die saaie Londense clubs. Dan krijg ik ook allemaal Londense gasten achter me aan. Nou ja, wat jij ook wel terecht zegt, is de combinatie. Het is een leuke stad. Echte rauwe Engelse havenstad. En de club, mooi stadion. Ik ben er twee keer geweest. En wat me een beetje bijgebleven is dat er ook nog best wel wat kabaal van af kan komen. Dus laten we maar even gaan luisteren naar Local Hero. Dat was Local Hero van Newcastle. Joris, jij wou net nog wat zeggen over Newcastle. Ja, nog een toevoeging. Ja. Wat hebben ze nog meer in Newcastle? Ja, ze hebben twee kattencafés. Je hebt er één, die zit echt aan de rivier. Dus, die is wel leuk. Cappuccino. En je hebt de nummer Fog on the Tyne. Dat zingen ze ook vaak bij Newcastle. Maar je hebt een moggy, dat is ook een poes, een kat. Dus dan noemen ze dan Mock on the Tyne. Die zit iets verderop in de stad. Dus als ik met Kirstie maar van in ga, dan gaan we altijd. Ja, je hebt daarvoor allerlei dingen. Je kunt charity shops en dat soort dingen doen. Maar ik ga ook altijd naar die twee kattencafés. Ieder zijn ding, hè? Dus dat is ook een aanrader. Ja, ja. Ze hebben ook kat.
Ja, maar nog, nog een heel klein ding, Joris. Ik weet nog dat jij het een keer in een podcast hebt genoemd over de bijnaam van Sunderland en de bijnaam van Newcastle voor elkaar. Ik vond dat toen wel een heel leuk feitje. Ik denk, kun je er nog een keer in gooien? De Meckhams. Oh ja, de Meckhams is een beetje een scheldnaam voor Sunderland. Alleen die hebben ze geadopteerd. Ze waren officieel de Black Cats genoemd. Maar ja, het is iets van, in Sunderland werden die boten gemaakt. En dan Newcastle, die pakten ze af. Dus make them, make them en take them. Dus dat is eigenlijk een soort scheldnaam die Sunderland supporters nou hebben geadopteerd. En ja, dat is een mooie derby. Ik heb die een aantal keer gezien. Twee keer bij Newcastle. En dat is echt wel een aanrader. Dat is inderdaad qua sfeer, is dat een van de betere in Engeland. En ja, wat Jeroen natuurlijk zei, ja, ik vind Sunderland ook leuk, maar ik ben een van de uitzonderingen daarin. Maar ook die stad vind ik wel leuk, dus alles, ja, dat heeft voor alles om een mooi weekend van te maken. Met een beetje mazzel zetten ze naar zondag, dan kun je op zaterdag nog iets in de buurt. Hartlepool, de monkeyhangers. Goed, we gaan even door naar de volgende, heren. We gaan even terug naar Nederland. Ja, we gaan het iets dichter bij huis zoeken. En zeker voor onze Haagse vrienden die ja, afgelopen weekend natuurlijk de laatste wedstrijd hebben gespeeld in de Eredivisie. Denk ik, nou, dan moeten we die gasten toch wel even steunen. En ik, het nummer OO Den Haag moet natuurlijk ook in deze lijst. Ik heb even informatie over dat nummer ingewonnen. Ook bij René van GGH TV. Ik moest één ding zeker benadrukken, dat het niet OO met OH is, maar twee losse O's. Misschien bij heel veel mensen bekend, nou bij mij dus niet. En ik kreeg dus even op een falie van René. Dus René, bij deze heb ik het vermeld. Maar ja, ook wel een echt nummer wat bij Den Haag hoort. En zeker bij ADO. De tekst gaat natuurlijk ook gedeeld over ADO. Nummer uit 1982. Wat wordt gedraaid in het stadion wanneer ze scoren. Volgens mij niet als de spelers het veld opkomen. Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar het is in ieder geval wel echt verbonden met de club. En daarom vind ik dat dit nummer zeker in deze lijst hoort. Ja, wie kent het nummer ook niet en wie refereert of legt de link ook niet met überhaupt Den Haag natuurlijk. Ja, dit zijn wel een beetje de klassiekertjes toch, Joris? Dit soort nummers, ja. In Nederland dan. Ja, maar wat je zegt van die OO Den Haag, dat het met twee losse O's moet. Ik dacht dat het juist OH moet zijn, want je hebt ook dat liedje, die serie OO Gerso. En die is... OH, OH. Dus ja, dus ja. Hebben die makers van die serie toch fout gehad. Wist je trouwens dat Barbie weer een nieuwe vriend heeft? Ik hoor het. Ik heb het gezien. Ja, ik heb het gezien. Gezien zelfs. Ik hoor het niet, maar ik heb het gezien. En ik weet niet of ik daar heel erg blij mee ben. Nee, maar die vorige is nog geen maand overleden. Dus dat is toch een beetje, ja. Ga jij nu de roddeldicht van staartribune uithangen, Joris? Ja, nou ja, het is opvallend. Ik wel geen oordeel. Het nieuws is zelfs in Schotland al bekend. Nou, dat is al wel... Er zegt maar wel iets over Barbie, hè? Maar die Barbie ziet er wel echt verlopen uit. Ja, weet je, over smaak valt niet te twisten, toch? Nou, jij vindt die natuurlijk wel lekker. laten we even gaan luisteren naar OO Den Haag van Harry Jekkes. Lekker kankeren op tijden van de burg en die lange van die aan heen.
Goed, dat was OO Den Haag. We hebben inmiddels 6 nummers gehad van de 11. We gaan even een kleine pauze inlassen in de ranglijst. We hadden een oproep gedaan natuurlijk om te reageren, vragen te stellen, noem alles maar op. Of eventueel liederen in te zingen. We hebben helaas geen dappere luisteraars die wat ingezongen hebben. Maar misschien komt dat de volgende keer nog. We hebben wel een mooi audiobericht gehad van vaste luisteraar van de podcast, Rick Eckhart. Laten we daar heel eventjes naar gaan luisteren. Hallo mannen van de Staantribune podcast. Dit is Rick Eckhart, een vaste luisteraar van jullie podcast, die wekelijks meeluistert. Toen ik op jullie Instagram story zag om te vragen over muziek in het voetbal, dacht ik over de goaltunes na, de mooiste en eigenlijk de irritantste of slechtste goaltunes die er zijn. Ja, ik als Feyenoord supporter zou het heel makkelijk scoren zijn om te zeggen, mijn mooiste goaltune, I Will Survive, te zeggen. Wat als Feyenoord supporter natuurlijk geweldig is als er wordt gescoord. Als uitfans misschien wat minder. Maar ik kies toch voor mooiste goaltune van FC Keulen. Dat is Keulen Alaaf. Dus als er wordt gescoord, draaien ze eigenlijk een carnavalsnummer. Wat in Keulen met de carnaval wordt gedraaid. Want daar ook, Keulen is natuurlijk een carnavalstad. Ja, dat is erg mooi, ook vet om mee te maken als je daar zelf bent. Ik heb het zelf al een paar keer meegemaakt en dat is echt wel iets bijzonders. Dus je zou het eigenlijk even op moeten zoeken. En als slechtste, goaltune, ja, dat twijfel ik heel erg tussen de twee. Tussen QPR, wat een heel eentonig deuntje is, wat bij heel veel nummers wel bekend is. En dan heel hard Q roepen, ja, dat is helemaal niks in mijn mening. En je hebt die ook nog van Frankfurt. En dat is net alsof je in een concertzaal bent. Dus dat is ook helemaal niks. Ja, dat is dus mijn gedachte daarover. Maar ik ben ook wel benieuwd wat jullie de mooiste en de slechtste goaltune vinden. Dus dat hoor ik wel terug in jullie podcast. En maak er nog wat van. En bij deze mijn inbreng. Groetjes. Ja, goaltunes. De beste, de slechtste. Die vraag werd overigens ook gesteld door Staantribune Quizmaster, of in ieder geval quizbeheerder Yannick. En de vraag kwam ook nog binnen via Jan Peters. We hebben natuurlijk meer over voetbalmuziek. Maar beste en slechtste goaltune. Ik kan me heugen, Hugo, dat jij vorige keer daar ook wat over had verteld. Op zijn zachtst gezegd, ik ben niet zo'n fan van een goaltune. Ik vind wel dat het bij sommige clubs wel echt hoort. Als ik kijk bij FC Utrecht met La Cucaracha. Wat trouwens nog steeds niet echt bekend is wanneer dat ooit is geïntroduceerd bij FC Utrecht. Dus daar ben ik nog wel benieuwd naar. Misschien dat een van de luisteraars het weet en dat we dat de volgende keer mee kunnen nemen. Dat is een goed plan. En weet je, bij Feyenoord vind ik het ook echt horen. Als je dan, zeker in het verleden, en ik zat hier thuis Radio 1 te luisteren naar Feyenoord NAC. En je hoopt dat er dan een goed resultaat komt vanuit NAC. En dan hoor je Radio 1 opspringen en we gaan nu naar Rotterdam. En dan hoor je al boem, boem. Ja, dat heeft wel heel veel pijn gedaan. Daar is hij weer. Dat heeft veel pijn gedaan, maar dat, bij Feyenoord hoort het ook, vind ik. Ja. Maar ik ben wel heel blij dat het niet bij NAC is, laat ik het zo zeggen. Nee, jij Joris, heb jij wat met goaltunes? Ja, ik heb een déjà vu, de vorige keer hadden we het hier ook over. Ik ben er op zich niet zo fan van. Maar ik snap het soms wel. Als ik kijk bij Willem II, we hebben die van My Little Lady, van die Peter Smulders. En die vind ik, omdat we waarschijnlijk al vaak scoren. Maar dat heeft wel, als ik de hoorders wel even, dan zing je ook mee en zo. Maar in principe is het mooier om het gejuich te horen. Maar het is niet helemaal mijn ding, maar ik ben er ook niet heel erg op tegen. Maar is het 100 keer mooi, Joris, om het publiek te horen? Vind je dat niet? Nee, ik vind het echt iets extra's hebben. Dit hoort nou echt zo bij Willem II, dat seizoen dat we promoveerden en dat het ineens allemaal goed ging. Dus het roept bij mij een heel positieve emotie op. Ja, en wat je natuurlijk wel, wat misschien een beetje een toegevoegde waarde is, is inderdaad dat je na het doelpunt gewoon eerst het stadion het laat doen, zeg maar. Ja, dat is mooi. Maar wat je nog wel eens hebt, is ook dat als een bepaalde speler, dat weet ik nog wel eens bij PSV bijvoorbeeld, dat als Kessman scoorde, werd op een gegeven moment net na dat doelpunt, werd het liedje van die tune van Batman ingezet. Of Fennegol had toen een apart liedje van Gigi D'Agostino.
Een van die twee. En dat werd dan, dan werd er weer afgetrapt en dan werd dat ingezet, zeg maar. Dus dat vind ik op zich dan wel enigszins, kunnen. Maar inderdaad, gewoon laat lekker het publiek het doen. Alleen, ja, maar goed, wat Joost ook wel zegt, bij sommige clubs hoort het ook wel een beetje, zoals bij Utrecht en Feyenoord. Dus, goed, we gaan door met de lijst. Hugo, wat is het volgende nummer wat we op jouw lijst mogen zien? Nou, we blijven in Nederland. We blijven zelfs ook bij een Nederlands artiest. Die helaas is overleden, Van Halen met Jump. Het is een nummer wat daar gekoppeld is aan FC Groningen. Ook dit was een flinke zoektocht om erachter te komen hoe dat nummer ooit bij FC Groningen is ontstaan. Dus ik heb contact gehad met Niels Hilboeze. Ik heb contact gehad met John de Jonge. Over met de vraag van hoe komt dit nummer ooit, is dit nummer ooit terecht gekomen bij FC Groningen? Nou, na een hoop navraag, uiteindelijk heb ik toch wel een antwoord kunnen krijgen. Dus heren, bedankt ervoor. Eind jaren 90 zijn ze ooit een keer bij elkaar gaan zitten bij FC Groningen om het over de sfeer te hebben. Ze hadden toen wel de visie dat er in iedere thuiswedstrijd in het Oosterpark dat er een soort showprogramma moest worden gemaakt. Met muziekkorps op het veld, optreden van een shantykoor. Maar uiteindelijk hebben ze toch wel gezegd van, nou weet je, dat is te gemaakt. De mensen komen naar het stadion voor het voetballen, niet voor een optreden. Maar ze hadden wel het idee van, we moeten wel een aantal vaste nummers koppelen. Toen hebben ze ook wel bedacht om dit nummer bij de opkomst van de spelers te gebruiken. De reden waarom dit nummer, omdat het begin is angstaanjagend voor de tegenstander, dachten wij toen, staat er ook tussen haakjes. En ja, het is dus nu al meer dan 20 jaar wordt het gebruikt bij FC Groningen. Ook wel een klassiekertje, ja. Denk ik. Als ik het hoor, als je in het stadion zit bij Groningen NAC bijvoorbeeld, ja, dan hoort dit nummer wel bij FC Groningen. Al denk ik dat ik het Oosterpark iets intimiderender vond dan Jump van Halen. Ja. Tenminste, vooral als je weg moest uit het Oosterpark. Vooral dat. Ja. ik moet heel eerlijk zeggen, mij is het. Want ze draait nu nog steeds dit nummer. Volgens mij wel. Ja, volgens mij, als de spelers naar binnen gaan en dan 5 minuten later komen ze dus natuurlijk weer naar buiten. Dan hoor je de eerste klanken van van Jump en dan zijn de spelers het veld op. Oké, ik had dat even niet scherp, maar misschien kom je dan of te laat binnen, of ik weet niet wat de reden is. Maar was jou dat bekend, Joris, dat dit nummer bij Groningen werd gespeeld? Nee, mag niet. Dus, ik heb nooit eigenlijk link gelegd. Waarschijnlijk heb ik het wel een paar keer gehoord, maar dan vergeet je het weer of zo, ik weet het niet. Ja, nou ja, laten we maar eens even gaan luisteren naar Jump van Van Halen. En van Van Halen springen we weer richting Schotland. Een nummer in Schotland. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb veel filmpjes ervan gezien. Maar ik kon er voor de rest helemaal geen informatie over vinden. Dus ik had hem ook aan jullie gesteld van help even mee, heren. Het gaat over nummer We'll Be Coming Down the Road. Veel supporters van het Nationale Elftal zingen die ook. Maar wat ik al aangaf, bijna geen informatie. Dus ik kijk even naar jullie, heren. Jeroen, heb jij er een mooie anekdote over? Nou ja, ik ken de achtergrond eerlijk gezegd het niet ook. Ik heb hem wel een keer voor het eerst gehoord, inderdaad in Schotland. Er zijn natuurlijk nu wel wat, ik heb toevallig bij Goethe heb ik een aftreksel ervan gehoord. En bij PSV heb ik er ook wel eens een keer eentje gehoord ten tijde van de Europese wedstrijden. Maar de eerste keer dat ik hem hoorde was in november 2003. Met de play-offs voor het EK. Schotland-Nederland op Hampden Park. En daar hoorde ik het nummer voor het eerst. En dacht ik, dat is best wel een mooi nummer. Moet ik daar overigens ook bij zeggen dat het tempo weer wat anders ligt dan bij de clubs in Nederland. In Nederland hebben we toch de versnelknop altijd wel aanstaan. Dus dat maakt het toch ook wel iets mooier. En daar ken ik het eigenlijk van. En volgens mij, Joris, zingen ze het bij het Schotse interlands nog steeds.
Ja, ik ben een paar keer naar in het land geweest van Schotland. En ja, daar hoor je het altijd wel. Het is een van de klassiekers, net zoals Flower of Scotland en Loch Lomond. Die hoor je altijd en deze hoor je altijd. Dus ja, het hoort er echt bij. Ja, het is jammer dat het EK een beetje een flop wordt. Anders hadden we het heel vaak kunnen horen. Ja, welke ik daar overigens ook op diezelfde wedstrijd hoorde was... is dat dan A Cappella is zonder muziek, hè? De Proclaimers met I'm Gonna Walk 500 Miles, hoe heet dat nummer? Die werd daar ook keihard meegezongen door die supporters. Dus dat is me wel mooi ge... weet je, laten we het ook gewoon even opnemen. Vertel even dit verhaal over die lamp, Joris. Nou, die lamp hier, dat is heel irritant. Kirsty heeft een lamp gekocht, een heel dure lamp, met how many million colors it is? Four. Ja, daar zitten 4 miljoen kleuren in. Dus die lamp kun je niet zelf gebruiken, daar heb je een app voor nodig. Alleen, ik snap er natuurlijk helemaal geen kut van, dus... Ik krijg die lamp niet aan, dus ik moet altijd vragen of zij die lamp aanzet. Dus ik zat hier in het donker, zonder lamp. Dus ik vroeg even of die lamp kon aanzetten. Maar wie doet er nou? Gewoon een knop, dat is makkelijk. Maar hier moet weer een moeilijke app voor gemaakt. Don de Juk. Maar ze leven toch lijden. Ja, maar jullie kunnen me nou beter zien. Hey. Kijk. Ook ben jij het, Joris. Ja. Weet je ook eens hoe ik me voel? Ja. Maar voordat we die discussie verder gaan, laten we vooral even gaan luisteren naar We'll Be Coming Down the Road. Gaan we door naar de volgende, Hugo. Dat is een echt klassiekertje, toch? En toch wel een clublied. Hadden we eigenlijk de afspraak gemaakt om geen clublied te gebruiken. Maar deze moeten we erin, heren, toch? I'm Forever Blowing Bubbles van West Ham. Een nummer ooit geproduceerd in 1918, 1919. Door de jaren heen is het ook echt wel een hit geworden. En is het ook echt wel het clublied van West Ham United geworden. De verhalen gaan dat het eind jaren 20 al op verschillende voetbalvelden werd gedraaid. Afgespeeld door fanfares, bijvoorbeeld bij Millwall, bij Swansea. Op een gegeven moment hebben ze ook benoemd dat het in de jaren 20 bij West Ham geïntroduceerd is. Een speler, Billy Bubbles Murray, werd hij genoemd. Leek op een jongen. Dus een ingewikkeld verhaal. Er was een reclame in de jaren 20. Een zeepreclame. En er kwam een schilderij in voor. Het schilderij heette Bubbles. En de jongen op dat schilderij die leek op die speler. Dus de manager van West Ham op dat moment, Charlie Painter, die herkende die jongen. En die heeft hem toen ook dat nummer geneuried. En uiteindelijk is het blijven hangen bij de club.
toch wel mooi dat het op die manier bij de club is betrokken gekomen. En ja, weet je, bijzonder nummer. Ook echt alle fans die zingen het mee in het stadion. Er is ooit in 1999 nog een wereldrecordpoging geweest. Met meer dan 23.000 man om allemaal bellen te blazen een minuut lang. Ik weet niet of dat is gelukt trouwens, ik denk het wel. Ja. En ja, het is ook gebruikt bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen in 2012. Een echte voetbalnummer, vind ik. Ja, een klein commercieel haakje. West Ham, Upton Park. Als jullie dit luisteren, zal het ongeveer bijna 7:45 in de avond zijn. Dus dan hebben jullie eigenlijk iets meer dan 4 uurtjes. Het laatste nieuwste Staantribune magazine, nummer 36, staat Upton Park op de cover, zoals het mooi heet. Als je binnen nu en 4 uur en een kwartier bestelt, dan hoef je de verzendkosten niet te betalen. Te bestellen in de webshop van Staantribune. Einde commercieel haakje. Nou, goed zo. ja, Joris, dit is toch wel ook in combinatie met het stadion natuurlijk wel... ja, als je dan voetballiederen op moet noemen, dan komt deze er eigenlijk altijd in voor, toch? Ik vind het ook een van de allermooiste. Dat zingen, inderdaad, ze hebben altijd... ik heb het 2 keer op Upton Park gehoord. Dan zetten ze van die bellenblaasmachines aan en dan zie je overal die zeebellen gaan. En ja, het nummer is ook heel mooi. Of het is ook eigenlijk mooi dat die zeebel naar boven gaat. En dan, je hebt veel hoop. Vaak als voetbalsporter heb je heel veel hoop. En dan spat het toch weer uit elkaar. Dus ja, en dat is altijd zonde. Maar ja, dat past er goed bij. Ook West Ham is niet een enorm succesvolle club. Dus het past ook echt bij die club. Ja, en als het massaal wordt gezongen, dat is wel een van de, ja, van de hoogtepunten van alle voetballiederen, vind ik. Ik heb nog niet het nieuwe stadion gehoord. Maar ik denk dat het iets minder impact heeft. Maar toch mooi dat ze het hebben meegenomen. Want het hoort wel echt bij die club. En Joris, als we nou een lijstje gaan maken met de 11 beste clubliederen van de wereld, 11 verschillende landen, zou deze dan op jouw lijstje komen qua Engeland? Ja, daar komt hij wel in, ja. Het is wel een van mijn favoriete nummers. Ja, zo. Het is ook leuk voor de klepperaars, want je hebt die heel slechte film, Hooligans, die Nederlandse naam is al heel slecht, en daar wordt het ook, daar zingen ze het ook in, dus ja. Dus daar was voor heel veel gasten die er tegenop keken, die vonden het ook ineens een mooi nummer. Maar de mooiste versie vind ik van, heb je die ooit gehoord? Van de Cockney Rebels, van die punkband. Die zingen ook, dat zijn Western fans. En dat is wel echt een, dat is ook een heel mooie versie ervan. Beetje de fanatieke versie ervan, om het maar zo te noemen. Hè? Beetje de rockversie inderdaad. Ja. Laten we eventjes... Nou, I'm Forever Blowing Bubbles gaan luisteren. Komen we inmiddels al aan bij nummer 10. 10, 10, 10. Gaan we weer even terug naar Nederland. Dankjewel, DJ Hink. Inderdaad, een nummer van de Status Quo. Whatever You Want. Het nummer wordt gedraaid bij Vitesse. Voor de wedstrijd, ook bij de opkomst. In de jaren geleden hadden ze, wat ik heb kunnen lezen op internet, hadden ze ook een Nederlandse versie ervan gemaakt. Uiteindelijk zijn ze toch weer overgegaan naar het originele nummer. Volgens mij wordt dit nummer ook al meerdere jaren gebruikt bij Vitesse. En hoort het ook wel bij die club. Wat was de Nederlandse versie dan? Volgens mij, het is ons hart, geel en zwart. Echt een vertaling naar de club toe, zeg maar. Niet letterlijk vertaald of zo. Ik denk niet dat ik daar ooit ga luisteren. Ik denk dat ik dan mijn oren wel afsluit.
Dat moet zo slecht zijn. Oh. Ja. Nou ja, ik refereer het inderdaad wel aan Vitesse. En het heeft wel inderdaad wel iets. De muziek zelf, misschien nog niet eens zozeer de tekst. Maar bij de opkomst van bij een wedstrijd. En ik denk dat het ook wel een beetje bij de club past op deze manier. Het wordt trouwens ook, het werd tot 2015 ook nog gebruikt bij Schalke. Als opkomst. Oké. Okay. Beetje hetzelfde type stadion, of mag ik dat niet zeggen? En dan ook hetzelfde nummer? Nou, weet je, ik moet zeggen, ik vind Schalke stadion wel een stuk mooier hoor. Maar dat is mijn mening. Met die mooie spelerstunnel. Ik denk dat ze daar bij Vitesse helemaal van kunnen dromen. Ja, die hoeken bij Vitesse zijn echt heel lelijk. Ja, ja, dat is waar. Oké, klopt. Maar ik zat meer over het overdekte, zeg maar, zat ik na te denken. Nou, hoor ik hier. Oké, goed. Ik deel deze mening niet. Nee, dat hoeft ook niet. Dat, let's agree to disagree. Kijk, dat mooi. Zouden meer mensen moeten doen. Dat zou toch het leven mooi, een stuk leuker zijn. Zijn de nakken in de middel tweeën toch samen? Zijn we eens, ja. Vanavond. Ja, oei, dit wordt eng. Laten we vooral meteen snel gaan luisteren naar Whatever You Want. Last but not least, zoals dat mooi heet, nummer 11. Hugo, wat staat er op nummer 11? Nou, ik heb dit nummer als laatste toegevoegd. Ik zag het eerst te denken van, doe ik hem erin of niet? Nou, weet je, ik ben helemaal niet zo van de voetbalspel op de computer, maar dit, als ik er een nummer heb, wat ik qua voetbalnummer van een voetbalspel kan koppelen, nou, dan is dit nummer wel. Ik denk dat een heleboel mensen met mij. Blur, Song 2. Het is ooit bij FIFA... Woehoe! Ja, kijk. Dat is het eerste waar je aan denkt, toch? Ja, toch? En ja, bij FIFA... Zon. Kijk, maar mag nog een keer. Ja, doe nog maar Nee. Ik hoorde het niet. Er zat er ruis op. Kun je hem maar een keer doen? Spoel hem maar even terug. Kun je hem nog een keer horen. Ja, kijk. Gaan we dat doen. Maar in ieder geval het nummer wat is gebruikt bij FIFA Road to the World Cup 98. En volgens mij is het toen ook heel bekend geworden. Binnen verschillende clubs. Het wordt ook wel gebruikt bij Juventus. Ook bij Liverpool las ik. Weet jij daar iets van, Jeroen, als goaltune? Nou ja, weet je, we hadden natuurlijk dit ook even een beetje vooraf besproken. Want ik las dit ook. Ik kan het me niet heugen, dus we gingen even googlen. Maar blijkbaar is het dit seizoen, 2021, gebruikt als goaltune tijdens de wedstrijden. Maar het is mij geen enkele keer opgevallen. Moet ik ook zeggen dat ze misschien het seizoen er ook niet voor was. Maar ik kan het in ieder geval niet heugen in de seizoenen ervoor. Maar het zou kunnen. Maar ik heb altijd die stem van The Voice of Anfield in mijn hoofd zitten na een doelpunt. Dat meestal als een van de eerste dingen is die langskomt. Maar nee, ik durf dat niet te bevestigen, eerlijk gezegd. Echt te ver. En ik zeg ook, ja. Mm-hmm. En misschien, Joris, weet jij dat bij Western United in Australië, dat daar de goaltune is? Oh,
Australisch voetbal, dat is niet zo mijn ding. Maar het klopt wel, daar is hij, ja, dat heb ik wel eens gehoord. En bij Juventus las ik, maar Juventus... Oh, Juventus, oh nee, wallah. Dat is een mislukte club. Nou, weet je, ik kan maar inderdaad die World Cup 98, Road to the World Cup 98 van FIFA enorm goed herinneren. Die hebben helemaal kapot gespeeld. En hoe lekker was het dan? Ik denk dat ik hem op de Sega Mega Drive heb gespeeld. Zou dat kunnen? Het zal erom spannen, denk ik. Maar in ieder geval, dan stak je die cassette erin. En het eerste wat je hoorde was dit nummer. Dat is toch geweldig? Ja. En dan zie je die rare haan springen, zeg maar, met het balletje. Die mascotte van het WK 98. Ja, daar kan ik ook wel. Ik ook wel, ja. Want ik speelde eigenlijk FIFA, daar ben ik van mijn jaar erop of zo mee gestopt. En, maar dit kan ik me ook nog goed herinneren, ja. En inderdaad, FootX. FootX, inderdaad. Dat is wel een... dat is leuk. Ja, ik weet niet, maar op een gegeven moment stop je daarmee. Maar dit nummer, dat denk ik ook nog altijd daaraan. Ja, echt heel veel gespeeld en zo. Toen was ik natuurlijk helemaal... De WK, daar keek ik enorm naar uit en zo. Dus ja, de mooie oude tijd. Toen waren we nog jong. Maar goed, laten we eventjes gaan luisteren naar Song 2 van Blur. Dat waren ze weer, alle 11, Hugo. Ik denk wederom een uitstekende lijst. Er zal vast uiteraard weer over gediscussieerd kunnen worden. Welke er wel en misschien niet in hadden moeten staan. Maar wat we al zeiden, we gaan zeker weer terugkomen. Ik denk ik... tenminste, laat ik het anders zeggen. Heb jij het voornemen om nog een keer een derde lijst te maken? Al maken we er 20, weet je. Jeroen, ik denk dat je zeker qua muziek en voetbal... kan je volgens mij 25 van dit soort lijsten maken. Zeker met alle input die wij krijgen. Laten we in ieder geval voor deel 3 gaan. En dan kijken we of we nog een keer... wat we ook kunnen doen. Dat we nu eerst een keer clubliederen doen. En alle reacties daarop binnenkomen. Ja, dat is wel een goeie. Ja, ja. En dan spreekkoren. Komt ook goed. En dan niet gecensureerde spreekkoren vooral. Nou, jij wil gecanceld worden.
En dan doen we de 18 dat elke club één spreekkoor mag insturen. Dat lijkt me wel wat. Dat lijkt me mooi. Ja. Nou goed, Hugo, hartstikke bedankt voor deze lijst weer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast van Staantribune. Joris, jij ook bedankt. Hugo, nogmaals heel erg bedankt voor het samenstellen van deze lijst. Maar ook dank aan René van, ik wil eigenlijk altijd zeggen FC Den Haag. Ik weet niet of ik daar goed aan doe. Niels Hilboesen en John de Jonge van Groningen natuurlijk voor hun achtergrondinformatie. En mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben, dan horen we dat uiteraard graag. Deze zaak kun je allemaal mailen naar podcast in Staantribune. En mocht je dit nou een toffe podcast vinden, dan... mocht je dit nou een hele toffe podcast vinden... dan zouden we het heel leuk vinden als je een recensie achterlaat op iTunes bij de podcast van Staantribune. Ja, goed, en ik wil deze podcast toch even iets anders afsluiten dan alleen maar het simpele fluitje. Als afsluiter, wat we zeiden, we maken nog een aparte podcast over clubliederen. Willen we toch nog even stilstaan bij de afgelopen zaterdag overleden Jaap Plugus, ook wel Jackie van Dam genoemd, die als zanger het beroemde clublied van Feyenoord vertolkte, Hand in Hand, Kameraden. Oorspronkelijk was dit overigens een lied van een andere club uit Rotterdam, Kool, als ik het goed mag uitspreken. Of Koal, ik heb geen idee eigenlijk. Maar goed, dat werd 2 jaar later aangepast voor Feyenoord. En was sinds 1963 het clublied van Feyenoord. En Jaap Plugus, die werd 83 jaar. Je mee naar het stadion, naar de club van rood en wit. Je zoekt een plaatsje in de zon, waar je zo gezellig zit. Kijk, ze komen op het veld, een gejuich uit 1000 kelen. Ja, je staat ervan versteld, als de sterren. Dan breng